Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe stream. Het is tijd om Pokémon pakketjes open te maken. Yay! Tijdje niet online geweest op Twitch. Voor de mensen die het op YouTube kijken, jullie kunnen mijn Twitch channel altijd vinden in de beschrijving van alle YouTube video's. Dit wordt waarschijnlijk weer een ongeknipte video. Dus alles wat er in de stream gebeurt, dat zal je ook zien in de video. Dus het kan soms langdradig zijn, maar dan kan je een beetje door skippen als je dat wil. Ik heb in ieder geval hier een boxie van de gloednieuwe set Astral Radiance. En het is tijd om eens te gaan kijken of wij van die hele coole kaarten kunnen gaan poelen. In ieder geval, Paddy, nog heel erg bedankt voor je suppie op niveau 2. Die ben ik zeker niet vergeten. Verder moet ik zo nu en dan nog even hoesten. Ik probeer een beetje weg te gaan van de mic als ik dat doe. Want ik ben vorige week ziek geweest, maar verder voel ik me prima. Alleen nog een klein hoesje, nou, dat is alles. Wat apart is aan deze set, Pokémon sets hebben eigenlijk over het algemeen 4 pack arts. Maar dit keer zijn het 5 pack arts. Namelijk de gore versie van Palkia, de gore versie van Dialga en de 3 Hisuian Last Evos van de starters. En nou, het eerste pakketje wat hier vooraan zit, dat is deze vet coole Samurott. Dus, ik denk dat we daar maar moeten gaan beginnen. Ik hoop dat iedereen er zin in heeft. Op dit moment zijn er 3 kijkers. Welkom 3 kijkers. We gaan het eerste pakketje openen. Zo. We hebben nog steeds weer van die TCG Live kaarten. Maar volgens mij is het nog steeds niet uit, TCG Live. Of ik heb wat gemist, maar volgens mij zit dat nog steeds niet uit. Ik heb nog heel veel van die codes liggen namelijk. Dus ik wacht totdat dat uit is en dan kunnen we heel veel codes gaan redeemen. Dit is een Water Energy. Quilava. Een Hisuian Heavy Ball. Hippowdon. Teddiursa. Hisuian Sneasel. Mistrevus. Oh. Barboach. Scyther. Een Reverse Holo. Canceling Cologne. En we beginnen met een Orange. Oh, wat? Wat? We beginnen met Origin Forb Dialga V-Star. What the fuck? Volgens mij is dit een van de zeldzaamste kaarten uit de hele set. Hoe vaak heb ik dat niet? Dat is zo fucking heftig. Oké. Misschien wordt dit wel weer een kaart die ik ga graden. Eventjes in het sealtje doen. En even in een hardcover, want dat verdient deze. Holy shit. Ik vertrouw op Paddy dat die ondertussen al aan het kijken is. In hoeverre die wat waard is. Natuurlijk is deze set pas sinds vandaag uit. Dus er zullen nog geen concrete bedragen zijn, denk ik. Maar ik denk wel dat dit een van de waardevolste kaarten is uit de set. Holy shit. Set terugverdiend. Nou, dat zal wel niet. Ja, €11,97. Maar de set is pas vandaag uit. Dus daar is nog niet echt heel veel over te zeggen. In ieder geval een hele vette Origin Form. Dialga V-Star uit het allereerste pakketje van de dag. Kaboom. Oké, nice. Nou, dan gaan we maar naar de tweede. Het pakketje heeft een Hisuian Typhlosion. Ik moest even denken, hoe heet die Pokémon? Kijk, dit is... Yo, Myra is er ook. Wat een fun in Yolite allemaal. Ik had dus net mijn eerste pakketje geopend. En er zat meteen een van de waardevolste kaarten van de hele set in. Dus dat is heel erg mooi meegenomen. Wij beginnen met een Dark Energy, een Uxie, Hisuian Overquill, Kamado, Hisuian Sneasel, Mistrevus, Barboach, Scyther, Eevee, Reverse Holo Cyndaquil. En Hisuian Braviary. En niet eens een holo. Of niet eens. Geen holo. Dus die hoeft niet gesleeved te worden.
En nu het volgende pakketje, dat is Isuzu Decidueye. Ik denk qua Isuzu Starter misschien wel, ja, ik vind hem wel echt heel vet. Ik ben begonnen met Samurott in Legend Arceus. En eigenlijk is dat wel gewoon de lelijkste van de drie. 1, 2, 3, 4. Zo. Een Grass Energy. Cricketune. Bisharp. Choi. Ralts. Nickit. Togepi. Chatot. Magnemite. Reverse Holo Cricketine. En een Regice. En dit is het volgende pakketje, namelijk de gore vorm van Palkia. We hebben een Lightning Energy. Een Purrugly, Sander's lievelings-Pokémon, Kaboom. Een Azelf. Een Switchcard. Psyduck. Een Drifloon. Sudowoodo. Een Magnemite. Ralts. Oeh! Dit is een vette kaart. Dit is op de Reverse Holo spot. Dit is een Gardevoir. Wow, vette kaart. En een Registeel. Best een vette kaart. Best een vette kaart deze Gardevoir. Oh. Kijk. Nice. En de laatste art van de pakketjes. Dit keer dus 5 in plaats van 4. De Dialga. Zo. Hey, hum. Oh, de code card bleef je net in het pakketje zitten. 1, 2, 3, 4. Hé, hoe zit hij nou op zijn kop? Oh nee, ik heb ze op zijn kop gehouden. Oké. Okay. We hebben hier een Fighting Energy. Featherball. Whiscash. Sweet Honey. Puchena. Yanma. Drifloon. Sudowoodo. Combi, Hisuian Avalok Reverse Holo en een Regigigas Holographic. Yanma Yama? Hey, D-Max. We hebben hier een Fire Energy. Wait and See Turbo. Shieldon. Celine. Scyther. Togepriep. Combi. Chatot. Yanma. En Shaymin. Die laatste kaart zit wel vaak een legendary. Al 4 keer op het moment. We hebben bijna de Regis compleet. Nee, trouwens niet waar, want er zijn natuurlijk weer nieuwe Regis gekomen. Ik weet echt niet of die überhaupt in deze set zitten. Oeh. Even kijken. Oké, die Dent zit alleen in
Alleen in de codekaart, gelukkig. Ik was al even bang. 1, 2, 3, 4. Mocht het een goede kaart zijn, dan heeft hij in ieder geval een hoekje die niet helemaal netjes is. De rare kaart van deze stapel. Een Psychic Energy. Een Dogetic. Een Spicy Seasoned Curry. Curlia. Bronzor. Oshawott. Hoothoot. Cricketot. Standler. Een Reverse Holo Mantine. En Regirock. We hebben alle Regis. Oh nee, dat is niet waar. We hebben niet alle Regis. We hebben alle Original Regis. En Regigigas. Ik heb Regigigas gewoon. Oh nee, die heb ik al de goede stapel gelegd. Zo, 1, 2, 3, 4. We hebben hier een Metal Energy. Super Effective Glasses. Kan ik dan een grasaanval doen op een vuurtype en dat die dan super effective is? Bronzong. Duot. Oh. Scyther. Hisuian Growlithe. Bronzor. Rufflet. Hisuian Quillfish. Reverse Holo Sudowoodo. En Regidraco, ze zitten erin. What the fuck. Ik hoef alleen nog mijn Regilecki en dan heb ik alle Regis al gepoeld. En ik ben nog niet eens op een kwart van de pakketjes. Kaboom. Zo is Sander er toch een beetje bij. 1, 2, 3, 4. Die Regidraco is niet shiny. Nee, daar weet jij alles van, of niet, Paddy? Hoe shiny Regidraco's eruit zien. Water Energy. Dark Patch. Magneton. Gape Jaw Bog. Hisuian Growlithe. Hisuian Voltorb. Rufflet. Ponyta. Rowlet. Een Registeel Reverse Holo. En Miss Maggie's. Als je de Gardevoir hebt gezien, dan was dat wel eigenlijk het enige goede. Ik heb wel bijna alle Regis op het moment, Munty. Alleen nog Regilecki en dan heb ik alle Regis. En ik zit nu denk ik op een kwart van de box. 1, 2, 3, 4. Een Darkness Energy. Ja. Yeah. Een Drifblim. Dark Patch. Piloswine. Petalil. Standler. Burgmite. Hippopotas. Cyndaquil. Radiant Greninja? Wow, yo. Oké, ik heb dus gehoord over Radiant kaarten. Ja, dat is een toepasselijk liedje. Ik heb dus gehoord over Radiant kaarten. Radiant kaarten, die zijn, daar zit er allemaal zilver. Ja, zilver in. Daar komt de magische poeder er ook nog eens over bij. Het vet is, die zitten dus op de plaatsen van de Reverse Holos. Er komt dus een nieuwe set uit. Wow, is dit trouwens gewoon een shiny? Dit is gewoon een shiny. Dit is gewoon een shiny Greninja. Hij is zwart. Dat zie ik nu pas. Wauw. Maar er komt dus een Pokémon Go set uit. En die heeft ook hele vette Radiant kaarten. Ja, het is gewoon shiny Greninja. Shiny Sparkles inderdaad. En een Holographic Togekiss, wat ook gewoon een vette kaart is. Maar die, die Radiant Greninja, wat zegt... de prijs... Jordi. Ik wou Paddy zeggen, dat mag ook wel Paddy.
Zo. Hele vette kaart. Shiny Greninja Ink. Zo. Ze noemen het Radiant. Dat vind ik dan wel weer een beetje apart. Nu heet het natuurlijk wel Astral Radiance, maar... Die Pokémon Go set, die komt dus 1 juli uit, dus dat is over een paar dagen. Ik weet niet of we die in Nederland gaan verkopen, maar die heeft een paar hele vette kaarten. En één hele vette mechanic, maar daar wil ik eigenlijk nog niet te veel over zeggen. Energy. Quilava. Een Hisuian Heavy Ball. Hippopotas. Parallel. Burgmite. Hippopotas. Cyndaquil. Ponyard. Reverse Holo Cranidos. En een Mightyena. Als die in Nederland te halen zijn, dan wil ik die misschien wel halen, die Pokémon Go set. Dus net als de Celebration set. Daar wordt geen boosterbox van gemaakt, maar wel ETB's. En die heeft één hele vette kaart. Tenminste, die heeft meerdere hele vette kaarten, maar er is één mechanic die is zo grappig. Alleen ik wil die eigenlijk niet spoilen. Ik wil voor de mensen die niet weten, wil ik het graag laten zien live. Zo. 1, 2, 3, 4. Oeh, op deze rare zit een printmark achterop. Daar word je bang van. Oké. Okay. Een lightning energy. Noctowl. Een unidentified fossil. Dartix. Swinub. Chatot. Ponyta. Blijkbaar weet Paddy niet wat spoilers betekent. Psyduck. Cricketot. Oeh. Een Zacian V. Oh, omdat het zo'n alternative art is dat hij op de reverse holo plek zit. En Kleavor. Oké. Okay. Het is een alternative art Zacian V. Als je hem even scherp wil stellen, dan zou dat heel fijn zijn. Nou, dan niet. Zo. Yeah. Yo, Nando en Bassaman. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. We hebben hier de Fighting Energy. Een Cricketoon. Een Bisharp. Choi. Puchena. Glammeow. Swinub. Yanma. Nickit. Een Reverse Holo Vespquen. Oeh, een Full Art Garchomp V. Holy shit. Dit is een vette kaart. Nice. Full Art Garchomp V. Nice, fijn dat Bas hem mooi vindt. Ik vind hem ook mooi. Vette kaart. Die verdient wel even een grote... ding. En misschien dat ik hem later nog uit de grote... Ik heb van die grote hardcovers, zeg maar. Voor als ik ze ooit een keer wil laten graden. En van deze weet ik het nog niet zeker, maar ik doe voor de zekerheid even in zo'n hardcover. Ik grade over het algemeen de kaarten die ik vet vind en die of die veel waard zijn. En jullie hebben misschien wel eens een keer gezien wat ik heb, maar ja, dat kunnen jullie nu niet zien. Maar ik heb achter mijn 9 gegrade kaarten. En er zitten 2 redelijk waardevolle kaarten ook bij, dus dat is wel vet. We hebben hier een Fire Energy. Een Energy Lotto. Een Hisuian Overquill.
Een Kamado. Mantine. Scyther. Hisuian Basculin. Hisuian Voltorb. Glammeow. Een Reverse Holo Gusty Pickaxe. En een Hisuian Samurott V. Oh, wel vette kaart. Gewoon een V-kaart, maar wel een vette kaart. Ja, ik heb 9 gegrade kaarten. Oh, 4. We beginnen in plaats van met een energy kaart. En daar waren we vorige keer nogal verbaasd over. Met een V-star kaart. Wat ze echt veel beter hadden kunnen doen. Dat het er gewoon uitziet als een energy kaart. Maar dat er dan V-star op staat. Maar in ieder geval de V-star kaart. Featherball. Oh. Als hij scherp stelt. Whiscash, Sweet Honey, Eevee. Er zit een hele vette Radiant Eevee kaart in die Pokémon Go set waar ik het over had. Heracross, Mantine, Hisuian Quillfish, Hisuian Basculin. Wow, daar hebben we weer zo'n alternate art van Mightyena. Dit is echt een vette kaart. Zie die ogen van Mightyena, die glimmen zo. En een Samurott holographic. Zo. Mightyena. En natuurlijk de Samurott holographic. Ja. Ja, hoe die kijkt naar eten inderdaad. Dat is inderdaad waar, D-Max. Heel ziek. Als je hem scherp stelt. Yes. Hij houdt wel van het eten. Zo. Oh ja. Myra, zo'n 4-star kaart. Dat is als je in-game zeg maar een 4-star kaart moet gebruiken. Het werkt net als een soort energy. Dan kan je die 4-star kaart zeg maar neerleggen van... Oh, dit wordt een 4-star Pokémon, zoiets of zo. Ik heb die set nog nooit als in game gespeeld, zeg maar. Dus ik weet niet precies hoe het werkt. Het is net als een energy kaart, zeg maar. 1, 2, 3, 4. Een Psychic Energy. Een Hisuian Heavy Ball. Sander's lievelingspokémon. Uxie. Barboach. Ponyard. Eevee. Heracross. Teddy Ursa. Reverse Holo Bastiodon. En Leavion. Volgens mij zit hier weer zo'n V-star kaart in. 1, 2, 3, 4. Oh nee, toch niet. Oeh. Dan heb ik misschien iets anders vets gezien. En Metal Energy. Yanmega. Celine. Cranidos. Teddy Ursa. Hisuian Sneasel. Misdreavus. Barboach. Scyther. Reverse Holo Keldeo. En... een Mamoswine. Oké, ik had dus niks gezien. Ik dacht dat ik een zwart randje zag, maar dat was dus niet zo. En na dit pakketje zijn we halverwege. En bijna halverwege doen we altijd even een recap. Wat we tot nu toe hebben gepoeld. Nando vraagt, komt Paddy eind volgende maand weer met een Yu-Gi-Oh! Pack opening? Ja, dat is een goede vraag. Om zo'n Ghost Rare te poelen. Ik zag trouwens iemand die verkoopt zijn Ghost Rare... Dark Magician Girl. Dat is een vette kaart. Water Energy. Curlia. Canceling Cologne. Shieldon. Tokepriep.
Magnemite. Ralts. Hisuian Sneasel. Misdreavus. Hisuian Quillfish. Hisuian Overquill. Oh, wat? Oh, die Hisuian Quillfish was een reverse holo blijkbaar. En Hisuian Overquill. Nou, K. En dat betekent dat we halverwege zijn. En dan gaan we heel eventjes de oogst gaan we even laten zien. We hebben tot nu toe deze Alternate Art Mytiena. Hisuian Samurott Holo. Hisuian Samurott V. Sacian V Alternate Art. Togekiss Holo. Regigigas Holo. Een Alternate Art Gardevoir. En drie gesielde, namelijk een Garchomp V Full Art. Een Radiant Greninja, wat gewoon een Shiny Greninja is, met zilver in zijn ogen, wat best wel vet is. En de eerste pool, en meteen de vetste pool van vandaag, de Origin Form Dialga V-Max, die volgens mij echt wel veel waard kan worden. Op dit moment nog niet, maar ik denk wel dat die veel waard kan worden. Hij is natuurlijk pas vandaag uit, dus de prijzen zullen nog niet helemaal de pan uitjagen. En je hebt volgens mij ook nog een gouden kaart van die. Ja, dat was de allereerste kaart die ik poelde, Mayra. Dat was de allereerste opening. Zo, een stapeltje met commons even. Oeh, dat gaat niet goed. Even een ander plekje vinden voor de stapel commons. Zo. Goed, dan beginnen we aan de volgende helft. Klopt, alleen in die kaart vind ik het nog meevallen, laat ik het zo zeggen, Nando. En ik vind die 4-star kaarten sowieso vet met die witte omranding. Even kijken, die ik zou graag een keer de training card game echt willen spelen. Maar je kan online spelen, tenminste je had eerst TCG online, maar dat ligt er nu uit. En daar komt TCG live voor, maar ik weet nog steeds niet of dat nou inmiddels al uit is. Een Water Energy, Sweet Honey, Canceling Cologne, Piloswine, Heracross, Teddy Ursa, Mantine, Hisuian Voltorb, Hisuian Basculin, Reverse Holo Adamant en een Cleaver Holographic. TCG Online is al, ik denk al ruim een half jaar uit de lucht. Je kan hem aanklikken en proberen in te loggen en dan wordt het lekfestijn. Nee, ze zijn bezig met... Hey, Salva303, bedankt voor de follow. Ze zijn al even bezig met het overgaan op TCG Live. Alleen volgens mij is dat nog steeds niet gelukt. Er is weer zo'n hunter hoor voor Codis. Het is weer niet te geloven. Een Darkness Energy, Bronzong, Roxanne, Curlia, Teddy Ursa, Mantine, Scyther, Hisuian Basculin, Hisuian Voltorb, Reverse Holo Heracross. En deze Hisuian Sneasler V is best wel vet. Zo. Eén, twee, drie, vier. Een Grass Energy, Hisuian Electrode, Gusty Pickaxe, Diwot, Diana Chillis in het water, Hisuian Sneasel, Misdreavus, Barboach, Scyther, Eevee, Reverse Holo Regigigas en een Rapidash.
4. Hey, kijk eens wat we hebben. We hebben een 4-star kaart. We hebben een bril die super effectief is. We hebben... Hallo? Ja, daar is die. Een Identified Fossil. Misdreavus. Barboach. Ponyard. Eevee. Heracross. Reverse Holo Shieldon. En een Full Art. Of is het Full Art? Denk ik niet, weet ik niet. In ieder geval een Kamado Trainer, meneer. Dat geluidje klopt helemaal met wat er net gebeurde, Munty. Een diddle diddle boep. Eén. Zo. We hebben hier een Lightning Energy. Tracking Shoes. Golduck. Grant. Psyduck. Drifloon, Sudowoodo, Magnemite, Ralts, Reverse Holo Rampardos en een Hisuian Arcanine. Of hoewel, hoe ze het ook willen zeggen, een Arcanine. We hebben hier een Fighting Energy, Energy Lotto, Quilava, Golduck, Psyduck, Togepriep, Magnemite, Ralts, Hisuian Sneasel, Reverse Holo Regidraco en Ursaluna. We hebben een Fire Energy, Jubilife Village, Dartix, Drifblim, Hisuian Quillfish, Scyther, Togepriep, Combi, Chatot, Energy Lotto Reverse Holo en een Hisuian Sneasler Holographic. Sta je zo goed, ligt er klein maar voor aan je voet. Oh yeah. Glitter glamour voor aan je voet, jongens. Eén, twee, drie, vier. Oké, wat krijgen we nu? We krijgen een... Psychische energie. Ursaring. Featherball. Hippowdon. Hoot hoot. Cricketot. Sudowoodo. Combi. Drifloon. Reverse Holo Diwot. En een Glaceon. Die Glaceon die vindt hij niet cool, blijkbaar. Oh nee, Munty gaat er vandoor. Oh, dat is wel leuk, Munty. Die ga ik ook nog terugkijken. Veel plezier. We hebben een Metal Energy. Yuxie. Hisuian Overquill. Kamado. Bronzor. Oshawott.
Hoetoet, Cricketot, Standler, Reggie Lekkie, we zijn compleet, boys and girls. We zijn compleet. Zie je die rafels hier? Dat is gewoon de kaarten, die is gewoon gerafeld. Dat is gelukkig de Reggie Lekkie, maar die is echt in super slechte conditie. En een Thievul. Maar we hebben de Reggies wel compleet. Eén, twee, drie, vier. We hebben hier een Water Energy. Gardenia's Vigor. Whiscash. Temple of Sinnoh. Rowlet. Oh, we zien daar al een V-kaart. Oshawott. Scyther. Standler. Yanma. Radiant Heatran, een shiny Heatran. Holy shit. Nu zie je bij Heatran niet dat hij shiny is. Maar shiny Heatran. Holy shit. Fucking vette kaart. Radiant Heatran. En een Machamp V. Holy shit. Is een inderdaad, ja. Radiant Heatran, heel ziek. Wat glimt ook. Wow, yo, er zit een vet patroon in. Even kijken of je dat kan zien. Wow, zie je dat patroon? Dat is echt vet. Holy shit. En die Machamp verdient ook al een hoesie. Zo. Eén, twee, drie, vier. Een Darkness Energy. Sander's lievelings-Pokémon. Azelf. Switch card. Hisuian Growlithe. Hisuian Voltorb. Rufflet. Ponyta. Rowlet. Wow, Galarian Obstagoon Alternate Art. En een normale Regieleki. Okay, die Galarian. Zei ik Hisuian Galarian natuurlijk. Galarian Obstagoon Alternate Art is ook best wel een vette kaart. Nice. Die is zeker ziek, hè. Even wat hoesjes pakken. Want hoesjes waren bijna op. Zo. Ah, het wordt nog wel tijd voor echt een big hit. Zoals het allereerste pakje. Maar ik heb wel vaker, volgens mij als we de openings terugkijken, wel vaker gehad dat de beste kaart in het eerste pakje zat. 1, 2, 3, 4. We hebben hier een Grass Energy. Sweet Honey. Canceling Cologne. Daar kan je mensen mee cancelen. Piloswine. Bergmite. Rufflet. Ponyta. Chatot. Bronzor. Reverse Holo Mesprit. En Avalok. Oh, het was wel een Hisuian Avalok trouwens. Eén, twee, drie, vier. Wordt er geen box open, maar alleen eerste pack openen. Oh mijn god, dit is het beste idee ooit, Nando. Energy. Wait and See Turbo. Of een Feun. Je mag er allebei van maken. Shieldon.
Celine, Pedalil, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, Ponyard, een Reverse Holo Magnemite en een Holographic Gallade. Oké. Nick it. Ik zag een Nick it, die komt er zo meteen aan. Maar wel eerst weer zo'n V-star opgooikaart. Een Hisuian Electrode. Gusty Pickaxe. D-Watt. Daar heb je de Nick it. Hippopotas. Cyndaquil. Hisuian Quillfish. Hisuian Growlithe. Reverse Holo Dark Patch en een Vespiquen. Magische poeder. Magische poeder. Geweldig. Betoverend. Eén, twee, drie, vier, één. Een Fighting Energy. Oh, een Togetic. Spicy Seasoned Curry. Curlia. Poochyena. Glammeow. Yelma. Swinub. Nickit. Shaymin. A Reverse Holo. En Hisuian Basket Legion. Oké, dan komt de volgende. Eén, twee, drie, vier. De next is een Fire Energy. Tracking Shoes. Golduck. Grant, wat overigens een Kalos gymleader is, maar het zal wel. Glammeow. Poochyena. Swinub, Hisuian Quillfish, Petalil, daar hebben we een Reverse Holo Bronzor en een Hisuian Overquill. Ik denk het ook, Nando, dat denk ik ook. Nando zegt dat ik de eerste, dat ik de beste kant als eerste heb gedaan. Het ziet er zo naar uit, maar wat sommigen van jullie al weten is dat ik twee boxen heb. Maar ik ga de tweede box nu niet openmaken, maar ik heb nog een box voor een speciale gelegenheid. Of als ik gewoon een keer zin heb om Pokémon-kaarten open te maken, dat kan ook. En wacht, Psychic Energy Ink. Dark Patch. Magneton. Gapejaw Bog. Eevee. Heracross. Mantine. Hisuian Quillfish. Hisuian Basculin, een Reverse Holo Sanders lievelings Pokémon en een Orange in Form Dialga V. En dan zijn we aangekomen bij de laatste. Kunnen kijken of Pokémon TCG live al live is inmiddels, na ruim een half jaar. Want dan kunnen we gewoon heel veel codes in gaan voeren. Dat kunnen we ook gaan doen. Energy, Jubilife Village, Dartrix. Kom, we moeten niet al te snel door de laatste packje gaan, hè. Drifblim. Heracross, Teddy Ursa, Mantine, Hisuian Voltorb, Hisuian Basculin,
reverse hollow barboach en een holographic Absol. Zo. Dan gaan we eens kijken wat de oogst van vandaag is. We beginnen met de holographics. Even andersom. Zo. Een holographic Absol. Een Origin Form Dialga V. Gallade. Galarian Obstagoon Alternate Art. Machamp V. Hisuian Sneasel Holographic of Sneasler Holographic. Kamado Full Art. Hisuian Sneasler V. Cleaver Holographic. Alternate Art Gardevoir. Regigigas Holographic. Tokekiss Holographic. Wat ik op een of andere manier gewoon een hele vette kaart vind, omdat die holographic is zo goed gelukt of zo. Seijin V Alternate Art. Hisuian Samurott V. Hisuian Samurott Holographic. Mightyena Alternate Art. Die ik nog steeds vet vind, zeker omdat zijn ogen zo glimmen. En dan gaan we nu naar de big hitters van vandaag. De Radiant, oftewel Shiny Greninja, wat ik nog steeds echt een hele vette kaart vind. De Garchomp Full Art V. De Radiant Heatran Shiny. En natuurlijk de vetste kaart, de eerste kaart die we poolden vandaag. De Origin Form Dialga V-Star. En dat was het in ieder geval voor vandaag. Even kijken. Deze is voor een andere dag. Nog gelukkig nog fulle box. Dus er kunnen nog hele vette kaarten in zitten. Ik ga eens kijken, terwijl jullie er nog zijn, of het misschien voor mij mogelijk is om wat codes in te gaan vullen. Even kijken. Ik moet wel een klein beetje soort van semi opruimen hier. Want anders wordt het wel een beetje heel ongemakkelijk. Even die openen. Oh, die zal hier bovenaan wel zitten. Ja. Dan gaan we even kijken naar de live. Pokémon TCG live. Is die al in de lucht? Available soon. Nog steeds. Hoe fucking lang kan dat duren? Adios Nando. Oké, ik heb dus nog zoveel van die codes waar we dus niks mee kunnen. Dat is irritant, maar dat geeft niks. Er komt dus nog ooit, ik hoop binnenkort, nog een Astro Radiance opening. Omdat ik nog zo'n box heb liggen. En ja, ik hoop dat we dan weer vette kaarten gaan krijgen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze stream en deze video als je het kijkt op YouTube. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.